Beste mensen, Mr. Prep the Food hier al bij Burgerbaas. En vandaag, of nu, gaan we beginnen met de nieuwe challenge series. We gaan de Baasburger menu het snelst opeten. Dat is de challenge. Ik ben hier met Joey. Kom. Joey is mijn compagnon. De baas. Wij denken dat wij de record gaan zetten, maar we zijn niet alleen. Ja. We zijn met Jesse in de cameraman, hij staat achter. En Shaf, die gaat ook meedoen. Onze andere grillmeester. Ze denken dat ze kans kunnen maken, maar hey, we moeten wel wat, we hebben wel wat te bewijzen. Bro, ik zeg eerlijk, deze wedstrijd neem ik wel echt serieus. We gaan ervoor. We hebben ook een Wall of Shame en The Boss. Nou, The Boss zegt genoeg. Degene met de snelste tijd, die komt daaronder te staan met een leuke foto. En natuurlijk, The Wall of Shame zegt genoeg. Daar komen jullie straks met z'n drieën op te staan. We gaan het zien. Ik ben benieuwd. We gaan dus de Baasburger. De Baasburger is onze. Is gewoon onze burger. Dat is een burger met een 200 gram beefburger. Doritos, bacon, cheddar. En we gaan het zien. En het is een menu, dus je gaat ook patat eten. Een sausje hoort erbij en natuurlijk een drankje. Iedereen hier heeft gekozen voor spa. Dat is wel handig, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En de winnaar. Ja, luister goed. De winnaar die krijgt 1 week lang prep meals. Dus de challenge is heel ongezond. Maar daarna maken we het goed door 1 week lang gratis prep meals van Prep the Food. En de bedoeling is dat wij elke week of elke 2 weken, we moeten even kijken hoe het gaat, iemand gaan uitnodigen die de challenge aangaat met ons. Dus let's go. Kom maar. 228. 226, hè? Hoeveel gram erin zit? Ja. Dat is prima, man. Oh nee, 226. 226 gram. Hoi. Wat was eruit? Ja, je moet er wel vullen, vriend. Wat denk je? Moet ook op? Ja, tuurlijk. Gek. Oh. Wat denk jij nou? Ik wil nu al vals spelen. Wist je niet, ja, dan? Wat? Die burger moet binnen 1 minuut op, dus dan is het geen stress. Ja, ben je dat safe? Alles moet op, hè? Geen kruimels, geen kletsomaat, geen... Mag je al die friet gewoon klaarleggen? Ja, je mag het dan een beetje klaarleggen. Ja, ik druk me op straks. Bro, jullie gaan schrikken wat jullie gaan doen. Mijn nekker wordt gewoon gekocht ofzo. Wacht, staan we er allemaal op? Ja, man. Ja, man. Oké. Iemand moet even op start drukken en jullie moeten aftellen. Wil je niet eerst nog wat zeggen? Nee, we hebben genoeg gezegd. Maar niet zo van, we gaan nu beginnen. Nee. Dat zie je vanzelf. Jij drukt op start. Wij zijn op start. Nee, deze moet op start. En dan tellen jullie af. 3, 2, 1. En dan weten we gewoon, oké, hij telt in ieder geval de tijd, ja? Ja, 3, 2, 1 en dan starten we de tijd. Nee, bro, luister. Gewoon start de tijd. Klik op 10 seconden. Juist, dus start de tijd. En dan gaat hij 1, 2, 3, 4. En als hij op 7 is, gaan jullie zeggen 3. 2, 1, ja, en dan gaan wij starten. Okay. Ja, boys, ik heb de hele dag vast. Oké, okay. klik op die ding. Jammer. Okay. En vanaf 7 meter. Boys, succes. Of tel gewoon nu mee, dan ben ik alvast. Wanneer mogen? 4. Vanaf 10. 6, 7, 3. 8. Niet doen, Jesse. 9, 10. Wat is dat? Dat is een beest. Boos. Er is kans nog. Wat is dat dan vlog nog? Shit, ouwe. Joe heeft er nog niks gedronken. Wat
Maar je kan het snel kouden, man. Wat gaat over zijn nek? Hé, hij neemt niet op, man. Nu al veel. Bro! Ja, we lachen! Dit is bijna klaar. Wat? Ik laat het zien dat je klaar bent, hè? Als je bent boven, als je. Kijk die tafel, bro. Ik bedoel, zo. Smerig, hè, bro. Wat bedankt, bro. Het boeit ook niet, hè. Kijk hem door eten. Hou je op. Op de tafel staan als je klaar bent, hè. Dat is het beste, bro. Maar heel veel kaken, man. Proppen, man. Je mag zeker niet nog meer drinken pakken. Wat? Doe wat je wil, man. Ja, nou. Wat dit als uit de smaak te vinden. Kak! Ja, die fiets is nog wel van, man. Oh, dat is een goede oude. Dit is maar een dier. Hij eet gewoon dood. Maar het is toch warm? Bro. Die patat is nog warm, man. Maar je zou niet ook op. Wil je koud patat? Nee, ik hoop het niet. Dat is veel beter. Saus is optioneel, toch? Mm-hmm. Ah, ja. Je gaat het niet wegkrijgen van de saus. Maar eigenlijk moet hij die kruimels ook nog opeten. Ja, ja, oh, ja. Rotenburg. Rotenburg. Geef zijn gezicht, bro. Je moet het sleutelen. Wow. Als we hem krijgen, krijg ik geen honger meer, man. Ja, ja, doe net zo dat ze hem krijgen. Kijk niet naar. Wow. Hey, man. Als ik naar jou kijk, ga ik stik bijna, man. Ik stik bijna. Hé, wat heb je gewonnen, man? Nee, kijk wat op zo'n ding ligt. Wow, wow, ik ga het niet kieren, man. Opeten, man. Ik ga het niet kieren, man. Sorry. Dan ga ik winnen. Bro, ik ga het niet kieren, man. Ik ga wel een andere keer opnieuw. Maar jullie laten me... Jullie laten me lachen, man. Echt wel. Ik geef het op. Jij zit hier te eten alsof je in een restaurant zit, dat zei ik. Ik sta voor. Ik sta voor. Ja, jongens, het is echt smerig, gauw, hoor. Pardon. Ik geef het op, man. Je geeft op? Ik ben weer misselijk, man. Maar je geeft op, hou.
Wow, daar heb ik gewonnen, hè? Wow. Jullie geven alle drie op. Wow. Wacht, bro, ik ga dit niet eten, man. Doe normaal, doe normaal. Maar dan geef je wel op, hè? Ewa, andere keer. Nee, nee, ik heb nu gewonnen. Maar wie zegt dat je gewonnen hebt? Yassine is ook niet. Ga verder. Nou. Oké, weet je wat? Ik cue dit op. Ik ga zien of je gaat winnen. Ga zitten. Oh, de wedstrijd gaat door, jongens. De wedstrijd gaat door. Oh. Joey ligt eruit. Bro, hij mag niet gratis winnen, bro. Hij is oud. Hij is niet eens ver en hij wint bijna. Wow, moet ik een lekker. Hey man, de rest zijn harde frietjes, man. Wat is dit? Oh, opeten. Bro, opeten. Hè? Ik kan het ook. Bro! Dat is toch vals, ja? Hey, hij moet ook overgeven. Hoor hem nog zo net. Gaan we zien wie gaat winnen. 7 minuten. Kanezaal. Jacob, we hebben een misdruk gemaakt met z'n vrienden. Ah, we hebben een winnaar, jongens. Jacques. Oh, fuck. Nee, laat het vallen. Jacques, als jij denkt dat je hebt gewonnen, weet je, gun ik jou. Mm-hmm. Maar hij is nog eens klaar met eten. Nee, hij eet alsof hij bij Burger King zit ofzo. Burgerbaas, Burgerbaas. Burgerbaas. Is dat bliepen, man. Mm. Ja, maar ik heb nu gewonnen. Ja. Het moet op. Hé, hey, Moa, dit is op jou, hè? Door jou kan ik niet verder eten. Bro, ja, dat zou ik wel echt nasty zijn. Het, als, het lijkt net op de manier. Oh, het lijkt op de kop. Ik weet geen, spuug alles deze uit. Deze mensen, hè? Jullie zijn echt vies, man. Hij is nog relaxed, hé. Ik ga die tafel niet schoonmaken. Ik ook niet, man. Ja. De E-ring, hoor. Gewoon een kwart van zijn burger ligt. Bro. Godverdamme. Kijk deze man. Voetjes over elkaar. Bro, je hebt precies niet gewonnen, vriend. Hoezo niet? Nee, man. Jullie geven op. Bro, dit zijn omstandigheden waar we niet aan, niks aan kunnen doen. Ik heb gewonnen door rust te eten. Mm. Maar je bent niet sneller, hè? Hm? Je bent niet te snel te eten. Ja, dat is zaal. Dat is ziek onderschat. Ja, man. Ik heb rustig chappen. Nee, ik ga binnen. Hij geniet van zeten. Ik ga binnen, zeg ik nog steeds. Ik kan een Red Bull pakken, bro. Ja, dat is zaal. Joey, hij liet mij lachen. Bro, ik zit even wat kijken naar mij, ik kon niet meer, bro. Wow. Ik kon niet meer. Bro, ik heb mijn hand vol zout en patat. Ik zit zo doen. Ik kijk voor me. Ik zie je halve kots. Ja, we hebben een winnaar. Shaf. Ja, slak onder ons. En wat vind jij? Weet jij dat hij heeft gewonnen? Wow, ik zeg je eerlijk, ik gun het hem. Shut up, man. Hij heeft misschien wel het traagste gegeven. Hij is maar nog ja, steeds aan het einde. Je hebt niet eens opgemaakt. Zeg Ola, je hebt opgemaakt. Hij heeft alles opgegeven. Dit is zijn tactiek. Ik gun het hem. Jullie aten niet. Gefeliciteerd. Jullie gingen niet goed touwen en zo, man. Gefeliciteerd. Ja, jou ga ik geen hand geven. Want hele ik heb net mijn handen gewassen. Ja, nee. Luister, deze man liet mij lachen en daarna kon ik me niet meer inhouden. Dus ik heb de helft uitgespuugd, vind ik zonde. Maar, ik ga dit zeker nog een keer overdoen. Zeker nog een keer overdoen, want ik kan het niet hebben dat hij heeft gewonnen. Hij heeft eigenlijk gewonnen omdat de rest is gestopt of gedisqualificeerd. Want ik kon niet alles opeten, ja, bro. Het ja, lag half ja, op tafel, je weet toch? Nee. Maar eerlijk, jij bent wel heel traag. Ik zeg je eerlijk, nou, dat is gewoon. Jij bent echt traag. Maar ik wou het eigenlijk ook niet zien opeten nog, dus. Oké. Je spaart ons. Is goed, volgende keer weet je wat we dan doen? Ik ga dan als eerst en daarna mag jij. Ja, want dan ja, kan, denk, al ga, dan kan het niet misgaan. Ik denk dat dat beter is, ja. Oké, mensen, ik wil hem sowieso nog een keer overdoen. Dus we komen erop terug en we gaan ook mensen uitnodigen. Laat de reactie achter als je denkt dat jij hem kan behalen, de challenge. We hebben de tijd van... Nee, we hebben geen tijd. Ja, we hebben Shaf's tijd, maar die... Nee, we gaan deze sowieso opnieuw doen. Ik wil deze... Persoonlijk ga ik deze opnieuw doen, alleen. Zodat ik niet afgeleid kan worden door andere mensen. En dan gaan we een record zetten.
Ik hoef geen broer te laten. Wil jij nog wat zeggen? Nee, man, ik ga naar de wc. Later.